It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag ga ik een keer spelen met een grote type 25, zoals ik het altijd zeg. Namelijk de QBB LSW. En jongens, dit ding is eigenlijk gewoon een type 25. Als je het zo ziet, alleen dan de grotere versie daarvan, laat maar zeggen. En ik heb er een Silencer Quick Draw Energies op een stok op staan. We gaan kijken wat we mee kunnen gaan doen. Het is op zich niet echt een verkeerde light machine gun, moet ik zeggen, laat maar zeggen. Maar het nadeel is altijd met de light machine gun, je moet daar langzamer mee, je loopt er langzamer mee en ik heb geen zin om lightweight aan te zetten, want ik moet mijn flag jacket uitzetten. Dus we gaan gewoon kijken of we een chill potje mee neer kunnen gaan zetten. Als het lukt is wel grappig. Als het niet lukt hebben we pech. En we zitten aan onze span. Sorry teammate. Oh, hij kreeg een hitmaker. Zo! Holy shit! Ik heb echt geluk dat hij misknifte, zeg. What the fuck, je fietsje binnen. Huppakee. Waar ligt hij daar zo? Hij wil ze ook niet laten zien. Huppakee. We hebben bijna onze stel chopper binnen. En dan word ik gesniped. Hoe is het mogelijk, gek? Serieus, jongens. Ja, dat kan gebeuren, weet je. Dat kan gebeuren. Enemy spotted. Huppakee, turn. Ik weet dat hij niet in mijn rug schoot, dus het is niet een echte turn om. Maar ik draaide hem toch wel even 360 graden om. Of 180, ik weet even niet wat het was. Voor mij was dit. Lekker teammate. Gedaan. Op zich schiet hij ook nog best wel lekker. Het is niet echt heel veel recoil wat hij heeft. Het is ook een pluspuntje. Hij schiet best, hij heeft een goede fire rate. Advised, hostile UAV incoming. En we zijn met UAV. That's a kill. En hij reload snel. Dat is ook een voordeel. Voor mij ben je 5 seconden bezig, terwijl bij andere lui misschien dus 30 seconden bezig ben. Of zo. Dat soort dingetjes maken een wapen nou echt chill. En daarom vind ik dus dit een van de chillste LMG's als je met een LMG moet spelen. En ik word gewalbang, ik wil ze willen me walbangen. Kom maar. Zou hem staan daar? Ik zie hem staan. Kut, is hij gepoept? Zit boven me? Of niet? Ik weet niet waar hij is! Ik hoorde hem. Tja, hij schiet nog rechts met zijn Remington ook. Gozer. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg om met een Remington mis te schieten. Dan ben je erg goed. Niet. Kom op jongens, nog een paar keer zijn we mijn steltchopper binnen. Het is dan 16 om 1, dus gaat ook wel lekker. Huppakee. In mijn rug. T-streekje. Kijk waar de enemy zit. Stealth chopper on standby. Friendly stealth chopper inbound.
Kom op. Nog één kill, dan heb ik fucking orbital. Kom even stel op en maak hem even. Zit er daar nog eentje? Hier. Huppakee, dood jij. Spant hier weer. Oh my god! Ik schoot hem nog mis ook, die gek. What the fuck, hé? Nee, ik wou die fucking 1-dead houden. Kak! Ah, jammer man. Ik ben ook fucking moe ook nog gewoon van Parijs, hè. Ik weet dat in de vorige video zei ik het ook. Ik neem alles achter elkaar op. Vandaar dat mijn stem ook nog niet verbeterd is. Oh, hij zit achter me. Nou, ik zat niet op mijn minimap te lekker te checken. Chest ook. Goed gedaan, jongen. Nog 3 kills. Dan hebben we gewoon even dit potje geklaard, jongens. Holy shit. Waar ligt hier? Hier, niet knife, want je knife toch mis, jongens. 2-3 is om eruit te koren met de QBB LSV. Want natuurlijk echt, voor mijn gevoel, is dus een van de beste light machine guns. Is het natuurlijk ook gewoon qua reload, qua snelheid, qua schiet. Dat recoil natuurlijk. En qua fire rate. Dus jongens, mocht je genoten hebben van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm. En dan hoop ik jullie weer te zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.